Welkom bij de voorbereidingsvideo van les 1.1 voor trainingskunde. Die gaat over periodiseren. Het doel van periodiseren is het halen van een zo hoog mogelijke prestatie met jouw sporter. Als trainer-coach moet je erover nadenken hoe je zo'n hoog mogelijke prestatie kunt behalen. En dat kun je onder andere doen door te periodiseren. Je gaat daarbij het seizoen onderverdelen in verschillende periodes of cycli. Een cyclus is een zichzelf herhalend proces. Bij periodiseren zijn er drie cycli, namelijk een macrocyclus, een mesocyclus of een microcyclus. De macrocyclus wordt ook wel een jaarplanning genoemd. In deze planning ga je heel goed kijken naar de wedstrijden. Wanneer is er nou een belangrijke wedstrijd in het seizoen van jouw sporter? Om die wedstrijd heen ga je het seizoen in drie verschillende periodes inplannen. Je hebt daarbij de voorbereidingsperiode, de wedstrijdperiode en de overgangsperiode. En je moet weten dat de voorbereidingsperiode ook nog eens onderverdeeld in een algemene en een specifieke voorbereidingsperiode. In het plaatje hieronder zie je hier de wedstrijdperiode, hier de algemene voorbereiding, de specifieke voorbereiding en de rustperiode. En het is een cyclus, dus na een jaar of na een seizoen begint het gewoon weer van vooraf aan. In de meso- en de microcyclus ga je een wat gedetailleerdere planning maken. In de mesocyclus ga je een planning maken van 4 tot 6 weken voor jouw sporter. En in de microcyclus een planning van 1 tot 7 dagen. In deze planningen geef je aan hoe de omvang en intensiteit zich verhouden. Daar komen we straks nog op. Wanneer is er rust? En welke trainingsvorm ga je inplannen? In de mesocyclus bekijk je vooral welke soort training je gaat neerzetten in deze periode. Bijvoorbeeld vooral techniektraining of vooral conditietraining. En in de microcyclus ga je voor elke dag precies inplannen wat voor training je gaat doen en hoe die training ingevuld wordt. Ook de rustdagen zet je hierin. Bij het maken van zo'n planning, zo'n periodisering, zijn twee variabelen erg belangrijk bij het invullen van je trainingen en je periodes. Namelijk de intensiteit en de omvang. Een variabele is iets in jouw training dat constant kan veranderen. Hier zie je bijvoorbeeld de intensiteit. Daar is hij laag, daar is hij hoog. De intensiteit zegt iets over het niveau waarop jij traint. Dat kan bijvoorbeeld zijn het percentage van je maximale hartslag, de loopfrequentie waarmee je loopoefeningen doet, of het gewicht bij fitnessoefeningen. De omvang zegt iets over de grootte van de training. Dat kan afstand zijn, dat kan de tijd zijn van jouw training. Het grappige aan die twee is dat ze omgekeerd evenredig zijn, noem je dat. Als de omvang bijvoorbeeld groot is, is de intensiteit heel laag. Je kan niet een enorme training afwerken met een hele hoge intensiteit. En andersom is dat ook zo. Je kan wel een hele intense training met een kleine omvang afwerken. En dan het totaalplaatje. Je ziet hier de macrocyclus, de mesocyclus en de microcyclus, allemaal in één. En je ziet het, periodiseren is best ingewikkeld. Het is ook niet iets wat je heel erg snel kunt leren. Vaak heb je daar een aantal jaar ervaring voor nodig. Maar je moet daar als trainer, coach alvast een beetje over gaan nadenken. Hoe ga jij dat doen? Vraag bijvoorbeeld eens aan jouw eigen trainer hoe die daarover denkt en hoe hij met periodiseren bezig is. Veel succes!